OnePlus brengt gezichtsherkenning 5T ook naar OnePlus 5. Eigenaars van een OnePlus 5 krijgen een reden minder om te upgraden naar het laatste nieuwe model. OnePlus doet een toegift aan al wie afgelopen zomer een OnePlus 5 kocht en brengt de gezichtsherkenning van de recent gelanceerde OnePlus 5T naar de 6 maanden oude smartphone. Dat maakte OnePlus medeoprichter Carl Pei zelf bekend op Twitter, al gaf hij geen concrete datum mee voor de beschikbaarheid van de functie. Volgens Pei is de uitrol van gezichtsherkenning op de OnePlus 5 een veelgestelde vraag bij gebruikers. De gezichtsherkenning is niet de veiligste verificatiemethode, maar vooral erg gemakkelijk en beter dan niets. OnePlus laat je alleen toe om je telefoon te ontgrendelen met je gezicht. Je kan er bijvoorbeeld geen betalingen met goedkeuren, daar is nog steeds je vingerafdruk of wachtwoord voor nodig. De OnePlus 5 en OnePlus 5T waren al gelijkaardig. In onze review noemden we de 5T de smartphone die de 5 eigenlijk al had moeten zijn. Nu groeien beide telefoons nog wat meer naar elkaar toe, waardoor eigenaars van een OnePlus 5 alleen nog maar het 18,9 scherm en de iets betere camera mislopen.